Dinsdagavond 22 januari zijn 4 van de 5 wethouders beëdigd in de gemeente Altena. Dit gebeurde nadat eerder op de avond raadslid Theo Meiboom van de SGP namens de commissie Benoembaarheid Wethouders groen licht heeft gegeven voor deze benoeming. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige gelofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Van Oosten, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Meneer Van Vught, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Meneer Tanis, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. En mevrouw Jorsma, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan bent u bij deze benoemd tot wethouders van Altena. Proficiat. Daarnaast werden er ook 3 nieuwe raadsleden beëdigd en was er na afloop van de vergadering tijd voor ons om vragen te stellen aan de nieuwe wethouders. Gefeliciteerd met de benoeming tot wethouder voor de gemeente Altena. Ja, dankjewel. Het is misschien toch een beetje vreemd voor een buitenstaander die niet zo in de politiek zit. We krijgen een wethouder uit Sliedrecht. Ja, dat klopt. Het was voor mij ook een verrassing. Kijk, eind vorig jaar was de fractie van de SGP op zoek naar een kandidaat. Liefst bij voorkeur iemand die wat financiële ervaring had. Dat heb ik en zo zijn onze wegen elkaar gekruist. Maar goed, hoe bekend bent u met Altena dan? Er staan 21 kernen in Altena. Ja, ik ken ze nog lang niet allemaal. Dat is de ene kant. Andere kant, mijn vader woont in Werkendam. Dus ik kom regelmatig in Werkendam. Ik wandel ook heel graag met mijn vrouw. Dat betekent dat wij heel regelmatig in de Biesbos gaan. En ook wel regelmatig gaan wandelen gewoon in Altena. Dus in die zin ken ik het gebied wel. En u heeft natuurlijk het komend jaar minimaal. Want u bent zojuist door de raad in ieder geval voor een jaar gevrijwaard van het feit dat u niet in Altena hoeft te wonen. De kans om Altena te leren kennen neem ik aan. Nee, maar dat ga ik zeker doen. Kijk, ik ben niet zoals het wel eens genoemd wordt een broodwethouder. Ik ben een wethouder van buiten. Maar dat betekent dat ik aan mijn fractie en ook aan de coalitiepartij beloofd heb om me echt te gaan verdiepen in Altena. Dat betekent ook dat ik 's avonds en het weekend beschikbaar ben om ook in Altena rond te lopen en mensen te leren kennen. Nou, bent u op dit moment nog wethouder in de gemeente Sliedrecht, als ik het goed zeg? De gemeente Sliedrecht is toch, ja. Hoe reageerde men daarop? Waarom gaat u op dit moment naar Altena toe? Net benoemd eigenlijk als wethouder? Nou, men was verrast en verbaasd. Dus wat dat betreft kwam het als een donderslag bij heldere hemel. De andere kant was, dit is mijn derde periode in Sliedrecht. Ik had ook tegen de fractie gezegd, dit wordt mijn laatste periode. Als er iets voorbij komt waarvan ik denk, die jas die past mij, dan overweeg ik het serieus. En toen de vraag kwam, heb ik met de fractie gesproken, hebben we met de coalitie gesproken. En dat gaf mij heel veel vertrouwen om deze stap te zetten. Ja, en wat was voor u eigenlijk de belangrijkste overweging om dan wethouder te gaan worden in Altena? Nou, ik vind de schaal leuk. Het is een gemeente van 55.000. Dat is een aspect. Het andere is dat als je naar het coalitieakkoord kijkt, zit er ook heel veel ambitie in. Nou, dat vind ik ook leuk. Ik ben een bouwer en ik ben niet iemand die gelukkig wordt van op de winkel te passen. Dus ik wil graag doorontwikkelen. Nou, die ruimte is er. En er is nadrukkelijk behoefte aan iemand die meekijkt op het gebied van financiën. Nou, daar heb ik heel veel ervaring mee. Mijn opleiding, maar ook de afgelopen 10 jaar in Sliedrecht. Dus die combinatie van die dingen en de mensen. Want het was gewoon een hele leuke club. Ja, en dan de portefeuille inderdaad die u nu heeft gekregen, die komt al enig eens overeen met wat u in Sliedrecht op dit moment in de portefeuille heeft zitten. Ja, dat klopt. Alleen onderwijs is voor mij nieuw. Financiën inderdaad. Ik doe bereikbaarheid op dit moment namens Drechtsteden. Nou, de A27 krijg ik ook in mijn portefeuille. Dat vind ik heel leuk. Ik heb natuurlijk een heel netwerk opgebouwd, ook bij de provincie, maar ook bij bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Ja, dat kan je gelijk inzetten. En dat helpt Altena ook om snelle stappen te maken. Nu bent u vanaf nu wethouder voor de gemeente Altena. Ik neem aan dat morgen u dit gemeentehuis hier in Almkerk gaat binnenstappen. Wat is het eerste wat u gaat doen? Eerst kennismaken met de mensen van de balie en de bodus. Dat is heel belangrijk. Dat heeft me de afgelopen jaren wel geleerd.
Daar ben je echt van afhankelijk. Hè, de mensen die je willen ondersteunen, en daar moet je ook in investeren. Gefeliciteerd met de benoeming tot wethouder voor de gemeente Altenaar. Ja, dankjewel. Een hele eervolle taak om op mij te mogen nemen. En met unaniem vertrouwen van de raad begin ik toch wel met een hoop vertrouwen aan deze klus. Maar eigenlijk was jij volgens mij voor velen al wel zo'n beetje de gedoodverfde kandidaat wethouder, toch? Ja, maar dat is altijd mooi uitgesproken, maar uiteindelijk moet het dan ook maar weer gebeuren. En natuurlijk spreek je zelf de ambitie uit. Ik had het net ook even in mijn dankwoord er al over, hè, dat ik thuis ook al kwam van goh, ik zou graag verder willen. En ook bij de partij maak je dat dan kenbaar. Maar uiteindelijk gebeurde het toch aan de coalitietafel en de onderhandelingen worden de wethoudersposten, maar ook de poppetjes eraan verdeeld. En ja, dan ben ik heel erg blij dat ik gewoon weer verder mag, ook namens deze coalitie. Ja, voor zover ik zag ook wel een voor jou passende portefeuille volgens mij. Ja, het is redelijk vergelijkbaar met wat ik in Werkendam heb gedaan. En daarmee kan je het niet vergelijken omdat het toch wel een stukje groter wordt in Altena. Maar ja, het is qua thema's is het bekend. Een aantal nieuwe dingen ook erg leuk. Het kerngericht werken. De lokale omroep zit nu bij mij. Dus ja, ik kijk ook juist wel uit naar die nieuwe dingen om weer te gaan doen. En een aantal oude dingen. In ieder geval lopende zaken ook weer gewoon op te kunnen gaan pakken en weer mee verder aan de slag te kunnen gaan. Toch nog een klein puntje, want ik zag staan, en dat volgens mij heb jij daar de afgelopen jaren wel hard voor gemaakt, de A27 valt niet meer onder jou of in jouw portefeuille. Nee, ja, dat klopt. Mijn collega Tanis die heeft in Sliedrecht en in de Drechtsteden heel veel betekend voor de A15. Heeft dat ook landelijk in Den Haag op de agenda weer kunnen krijgen. En hij wilde graag ook wel het Rijkswegenproject van Altena hebben. En de rest van verkeer en vervoer, onderliggend wegennet, open vervoer, al dat soort zaken blijven bij mij. En de A27 mag hij vanuit zijn expertise gewoon verder op gaan pakken. Dat was een soort cadeautje van het CDA en de SGP. Nee hoor, nee, zeker niet. Nee. Je moet mensen inzetten daar waar ze goed in zijn. En hij gaf aan van joh, ik heb dit de afgelopen jaren ook voor de Drechtsteden getrokken. Ik zou het heel fijn vinden om dit in Altena ook weer te kunnen gaan doen. Dus vandaar dat dit thema even losgeknipt is van de portefeuille rondom verkeer en vervoer. Oké, nee, duidelijk. Nou stap jij morgen als wethouder waarschijnlijk dit gemeentehuis binnen. Wat is het allereerste wat je dan morgen gaat doen? Nou, ik had al een mailtje dat wij om 10:30 pas verwacht worden. Dus ik mag morgen nog even uitslapen. Al heb ik morgenochtend wel eerst nog een verplichting bij mijn zoon op school. Daar mag ik voor de voorleesdagen gaan voorlezen voor de school. Dus ergens ben ik toch wel weer bezig. Maar als wethouder, ja, nu mag ik ook zo aangekondigd worden. Dus dan, en dan om 10:30 krijgen wij hier in het gemeentehuis, want wij hebben het ook nog niet echt gezien, even een rondleiding. Waar zit iedereen? Waar zitten wij zelf? En ja, dan denk ik dat het gewoon lekker aan de gang gaan en zo snel mogelijk weer beginnen. Want je bent er toch al een klein beetje gewend, hè? Ja, ja, en ik moet je zeggen, als je het kerstreces meetelt, zit ik zal niet zeggen 5 weken niks te doen, maar het is lekker om gewoon weer aan de gang te kunnen. Mevrouw Jorisma, als eerste gefeliciteerd met de benoeming tot wethouder voor de gemeente Altena. Nou, hartelijk dank. Volgens mij was het op voorhand wel redelijk duidelijk dat als Progressief Altena mee zou gaan doen, dat u wethouder zou gaan worden. Of was daar ook nog wat discussie binnen de partij? Nee, er was geen discussie in de partij. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat een keuze voor Progressief Altena in deze coalitie ook wel redelijk logisch was. Zoals men op voorhand al had gezegd van we gaan voor een brede coalitie. Ja, maar je kunt breed natuurlijk ook zien in zoveel mogelijk zetels, hè, binnen je coalitie. Er is door de informateur, later door de formateur natuurlijk ook gezegd van we zien breed ook echt als in breed in het politiek spectrum. Dus van SGP tot Progressief Altena. Maar goed, Progressief Altena erbij, wat jullie denk ik tot tevredenheid stemt. Wat mij ook opviel was volgens mij dat de portefeuille ook wel enigszins op het lijf geschreven is. Ja, dat kan eigenlijk niet beter. Ik ben heel blij dat ik mijn ervaring en mijn netwerk en de kennis die ik heb opgedaan in Woudrichem nu ook in kan zetten in Altena. En het voordeel is ook wel dat de laatste 2 jaar hebben we heel intensief samengewerkt in Altena. Dus het is ook niet zo dat ik de andere voormalige gemeenten helemaal moet leren kennen. Dus dan helpt het wel dat je de portefeuilles die je had, dat je daarin in door kunt gaan.
Nou kan ik me ook een beetje voorstellen dat veel mensen dan denken, progressief Altenaar, dat zal ook wel iets van duurzaamheid bij zitten, maar dat valt dan buiten de portefeuille. Je kunt niet alles doen. Nee, want er zit, ja, duurzaamheid is ook geweldig en natuur, er zijn natuurlijk heel veel. Eigenlijk zo'n heel akkoord, daar ben je natuurlijk bij betrokken. Je schrijft een programma en dat gaat natuurlijk over alle facetten waar een gemeente zich mee bezighoudt. Wat wij wel heel erg mooi vinden is dat het akkoord ook duurzaam en sociaal is. Bijvoorbeeld, ik ben eventjes woord kwijt, maar dat je ook energierechtvaardigheid zou omschrijven. Dat iedereen ook mee kan doen, bijvoorbeeld in die duurzaamheidsslag. Hè? Als we zeggen van mensen moeten hun huis verduurzamen. Dat je ook met hen meedenkt, maar ook financiert. Hè? Ik bedoel dat je mensen niet laat zwemmen. Want het is natuurlijk makkelijk als je zelf middelen hebt om te investeren. Maar als dat niet zo is, dan kun je helemaal niet meedoen. Dus vanuit het sociale zit die duurzaamheidsgedachte er natuurlijk ook wel in. Ja, toch een meteen het duurzaamheidsjasje eraan gegeven. Ja, heel goed. Ja, nou ja, goed, die duurzaamheid hebben we al gezegd. Dat zit er gewoon helemaal doorheen. Hè. We hebben het erover. Maar goed, al die andere dingen die we doen. Als we geen planeet meer hebben, ja, dan heeft het niet zoveel zin om je met andere dingen bezig te houden. En zo vaart gaat het gelukkig niet lopen. Aan de andere kant, er is wel iets aan de hand. Dus we moeten ook niet op onze handen blijven zitten. Nou goed, terecht dat je dat zegt. Morgen stap je als wethouder het gemeentehuis hier in Almkerk binnen. Wat is het eerste wat je gaat doen? Ik kreeg net een mailtje van de gemeentesecretaris dat we om 10:30 worden verwacht. Dus dan kan ik eerst nog even mijn rondje gaan hardlopen. Want ik vind zwemmen ook wel leuk, maar ik ben meer een hardloper. En dan stap ik op de fiets en dan rij ik hier naartoe. En dan zullen we zien wat de agenda is. En ik denk dat we als een van de eerste pitstops het secretariaat hebben. Want die gaan vast de agenda inplannen. En dan zit hij heel snel op, waarschijnlijk heel vol. Ja, dat denk ik. Maar dat is ook goed. We willen ook erg graag, tenminste ik wil aan de slag. En ik weet dat mijn collega's ook heel graag aan de slag willen. Nou, heel veel succes in ieder geval de komende 3 jaar. Hartelijk dank. En jullie ook. Gefeliciteerd met de benoeming tot wethouder voor de gemeente Altenaar. Ja, dankjewel. Ik had net Matthijs van Oosten voor de camera hier. Toen zei ik al van ja, hij was wel de gedoodverfde kandidaat. Voor wethouder, tenminste voor vele buitenstaanders. Misschien voor jullie niet direct. Ik kan me wel voorstellen dat het voor jullie, nou ja, ook wat dat betreft wel fijn is dat er nu 2 wethouders kunnen komen. Want nu kan ook de lijsttrekker tot wethouder worden benoemd. Ja, dat is voor mij was het ook een beetje een verrassende wending. Maar niettemin heb ik heel veel zin in. Had je vooraf al in je achterhoofd zitten dat je wellicht een wethouderspost zou willen gaan vervullen in de gemeente Altenaar? Nee. Toen ik aan de verkiezingen begon als lijsttrekker had ik dat niet verwacht. Dus ik kan me voorstellen dat het nog wel even wat voor jou wat hoofdbrekers heeft gezorgd. Van ja, wil ik dat wel doen? Wil ik mijn huidige functie opgeven, mijn huidige baan? Ja, dat klopt. Soms moet je snel schakelen en ook afwegen van ga je deze stap maken en wat heeft dat voor consequenties. Maar goed, ik ben geboren en getogen in dit gebied. Het is mijn eiland ook een beetje. En dan moet je goede argumenten hebben om te zeggen ik doe het niet. En je hebt je altijd hard gemaakt voor 1 Altenaar. Dat klopt. En ja, dat vind ik ook een beetje een verplichting. Als je dat hebt geroepen, dan moet je ook aan de bak als dat zover is. Ja, ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat het enorm fijn is dat als je als grootste partij uit de verkiezingen komt, je vormt samen een coalitie, dat het dan, nou ja, hoe fijn is het als CDA zijnde dat je dan ook 2 wethouderskandidaten kan leveren? Ja, dat is inderdaad heel mooi. Dat hangt ook af van de uitslag en die was natuurlijk heel goed voor ons. En daar zijn we blij om dat dat op deze manier zo kan. Ja. Nu hebben jullie de portefeuilles verdeeld. Wat was voor jou de absolute voorwaarde? Wat was voor jou het allerbelangrijkste om in je portefeuille te krijgen om toch inderdaad over die streep getrokken te worden, om wethouder te worden? Nou, de portefeuilles, dat kwam pas later. Eerst was de vraag, wil je wethouder zijn? En vervolgens zijn we natuurlijk de onderhandelingen ingegaan. Ik had wel het gevoel met de gesprekken met de 3 andere partijen, met de collega-partijen, want dit zit wel goed qua sfeer en qua opvattingen. Dat geeft ook wel vertrouwen dat dit een mooi team is. En volgens mij moeten we het vooral samen doen. En ook die portefeuilles, ik heb bijvoorbeeld duurzaamheid in mijn pakket. Maar duurzaamheid doe je niet alleen. Dat heeft te maken met wonen, dat heeft te maken met landschap, met heel veel aspecten. Dus wij moeten ook vooral als wethouders een team zijn en ook samen aan de bak met op alle onderwerpen die in Altenaar leven. Maar wat gaat jouw eerste taak worden als wethouder straks?
Nou ja, ik laat me ook graag informeren over wat er in dit huis allemaal op dit moment speelt. Hè, want er zijn ook een paar urgente kwesties direct natuurlijk. Ik geloof dat er ook iets over komborden nog besloten moet worden. En je hebt natuurlijk lopende zaken die ook moeten. Dus laten we dat eens op een verstandige manier bekijken. Ik wens in ieder geval heel veel succes de komende 3 jaar. Ja, dankjewel.